NEC is gedegradeerd en speelt volgend seizoen in de Jupiler League. Vanavond verloor het ook de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs. In de Goffert werd het 1-4. Ja, ik denk dat we in een brede haven laten liggen om een voorsprong te kunnen komen. Dan zie je na 2 minuten dat je gelijk een kans weggeeft, waarbij er gelukkig niet gescoord wordt. Ja, na 5 minuten is Fidioref aan het woord. Ik vind het wel vreemd dat dat pas na een minuut gebeurt. Want stel voor dat wij scoren, wat gebeurt er dan? Wordt dan alles teruggedraaid of gaat hij alsnog op de step? Ik weet het niet. Maar goed, we komen wel op 0-1 achter. Ja, ik weet niet. We voetbalden door. Volgens mij werd er pas 1 minuut of 2 minuten daarna, volgens mij waren wij bezig met een aanval voordat wij hoorden dat er iets aan de hand was. En later bleek dat hij voor een penalty gefloten had. Ja, daarna werd het redelijk opgepikt. We hebben verder gebracht om nog meer aanvallende dingen te gaan doen in plaats van Mikel. Ja, dan kom je op 1-1, ook via de Fidioref. En dan heb je nog geloof dat het 2-3-1 kan worden. Maar goed, dat is ook weer snel weg naar de rust. Want we leveren een bal over de breedte. En dan wordt het 1-2. En dan krijgt Mo nog een keer een rode kaart. Ja, dan is gespeeld. Nou, vervolgens ging je linie naar achteren. Dat ging wel goed. Ja. Wat heb je eraan, hè? Of het nou goed gegaan is of niet goed gegaan is, je bent gedegradeerd. En dat is op dit moment het zuurste.